Everybody was gone. Boom, button. Welkom bij de Vraag van Raak Show. Voor deze keer een nieuwe aflevering met Gio, Erik en Roy. En vandaag gaan we weer vragen beantwoorden die jullie op Twitter hebben gezegd. De eerste komt van Stijn de Groot en hij vraagt: wat wil je veranderen in Disneycraft? Oh, ik dacht je wijst naar Roy. Maar alles dacht ik. Wat zou jij willen veranderen in Disneycraft, Gio? Weet ik eigenlijk niet. Ik vind het wel prima zo. We zijn natuurlijk nu bezig met alles 2.0. Ik denk dat het antwoord is. Hij wil dat antwoord eruit halen. Ik denk dat je moet wachten op 2.0. Slim, man. Ja, wanneer is de volgende fanmail? Vraagt Stijn de Groot ook de volgende vraag gelijk. Zo. Nou, de Hollywood fanmail is toegestuurd. Ik heb er weer 2 ontvangen thuis. Dus er wordt binnenkort wel twee. Niet 1, niet 3, maar 2. Maar als jij ook wat opstuurt, want Stijn de Groot heeft toevallig wat opgestuurd naar mij, dat weet ik nog. Maar wanneer is de volgende fanmail? Dat komt gewoon, ik plan het gewoon in wanneer de plek vrij is. Maar houd in de raad op het kanaal. Dat is het voordeel van mijn kanaal. Soms dan verklap ik niet wat voor video komt, dus het is elke dag even checken van welke video is er. Spannend, dat is een verrassing een beetje. Of je moet het uploadschema zien, die niet altijd klopt. Dat vul je toch nooit bij. Nee, dat bedoel ik. Wat ik ook... Zij vraagt dat ik hem nooit bijvul, maar dat bedoel ik van verrassing. Koen Smeets! Hey! Koen Smeets! Er zijn zoveel planten in Disneycraft. Hebben jullie al een keer geprikt aan de rozen? Nou, ja, heb je het niet Roy gezien? Roy wel. Alleen Roy doet het tuinieren. Bloemen. Zij doet het tuinieren. Ja. Ja, rood. Alles rood. Het is niet eens rood. Het is bruin. Ja. Oh, echt rood? Oh, goed. Nee, oh ja, oranje. De volgende vraag is van Lisa Pisa van Lisa Hamelaars. En ze vraagt... Nou komt ie. Oh, dat is leuk. En dan vind je maar vraag ook aan ons. Wat is jullie grootste fail? Ja, moet ik uitleggen. Je blunder. Ook weer een beetje blunder. Ja, blunder. Nou ja, maar die van jou ook wel. Ja, die weten we al. Ja, vorige aflevering gekeken hebben mensen. Dus dan, ik wil van jullie weten eigenlijk. Ja. Ik kan me niet echt goeie meer herinneren, maar die laatste, dat was wel bij de metro. Dan weet Erik nog heel goed. Toen wou ik inchecken, ik wou door dat poortje lopen, maar ik wou dus door het verkeerde poortje lopen. Die pijl stond zeg maar die kant op en ik ging het poortje aan die kant. Dat was niet zo slim. Ja. Heb je geen film, Fantasia? Ben je niet gestruikeld, ben je niet gestikt in een KitKat of een Bounty? Nee, maar is er niet daar op je hoofd gevallen? Vertel wat. Op de middelbare ben ik een keer gevallen met mijn, ja, met mijn fiets, zeg maar. Echt. Oh, zo. Wat een blunder. Ik was op school en ook nog eens. Nou, dat maakt het dubbel. Heb je als de verkeerde worst op de grill gelegd bij het barbecue of zo? Wat? Kan er ook. Ja, dat is ook een film. Wel de verkeerde tandenborstel gebruikt. Oh, lekker! Dus je hebt lekker het zenuw van de vorige personage. Je hebt lekker, ja, precies. Dat was echt. Laat een leuke comment achter. Groen duimpje, blauw duimpje, maak het uit. En zie je volgende keer terug. Doei! Doei!